De Nationale Partij van Suriname, de NPS, moet weer de positie van weleer krijgen binnen de maatschappij, zegt partijvoorzitter Gregory Rusland. NPS was de partij die voor de onafhankelijkheid heeft gezorgd. Rusland vindt dat na 45 jaar onafhankelijkheid Suriname nog niet is waar het zou moeten zijn. Volgens de voorzitter van de Groene Partij wordt er wel naar gewerkt om Suriname op dat punt te krijgen. Het is waarschijnlijk niet het moment nog voor de NPS om die positie van voorheen, onder de leiders als Pennel en Henk Arron, om die positie in te nemen. Waarschijnlijk is het de beurt aan anderen om op het voorhoede rol te vervullen. En de NPS is op een punt waarbij ze ervoor moet zorgen dat ze onder andere vanuit misschien een afstand sturing geeft, ondersteuning geeft aan de processen die zich op dit moment plaatsvinden. De NPS heeft in haar geschiedenis ooit 40 zetels weten te behalen. Tijdens de laatst gehouden verkiezingen van 25 mei 2020 heeft de partij 3 zetels gehaald. Volgens Rusland kan de NPS niet gerekend worden tot een kleine partij. Vervolgens legt hij uit dat de partij hard is gaan groeien, gelet op de resultaten van de 25 mei jongstleden gehouden verkiezingen. De NPS-stopper zegt dat de partij de komende jaren zal blijven groeien. Wanneer mensen u wijs komen maken, zoals we hebben gezien de afgelopen weken, de NPS is teruggevallen en dergelijke. Dat is wat ik noem, zijn uitspraken die eigenlijk vooral als ze komen van mensen die menen NPS er te zijn. Dat zijn kwaadaardige uitspraken. Omdat men beter weet. Men weet dat de NPS, als we kijken naar 2010, waarbij we 28.000 stemmen hadden en naar beneden toe gingen, in 2015 ongeveer 16.000 stemmen hebben gehad. Van 28 naar 16.000. En in 2020, we zijn begonnen met de wederopbouw van de partij. Waarbij we nu meer dan 33.000 stemmen hebben gerealiseerd. Dat betekent een 100% groei van 2015. Elke NPS'er moet dat weten. Gisteren werden er kransen gelegd bij het monument van de gewezen voorzitter van de NPS, Henk Arron.